Bijna alle dingen die ze ooit hadden willen doen, hebben ze al gedaan. Daarom werken de gierige gasten nu een lijst af met de dingen die ze absoluut niet willen doen voordat ze sterven. Maar per aflevering is slechts één iemand de lul, die getrokken zal worden door een random BN'er. De andere twee, die lachen toe. Dit is de Anti-Bucketlist. De afgelopen jaren hebben YouTubers veel verschillende manieren gevonden om bij te beunen. Fanmeetings, merchandise, theatershows. Maar de meest gehate trend van de afgelopen jaren is toch wel YouTubers die gaan rappen. Je bent serieus met een fatsoen man. Dit is Snap King, geen gratis man. Bitches doen rare dingen als ze fam zoeken. Om ik ben shooting you of you keep talk shit. Daarom luidt de allereerste anti-bucketlist als volgt. Eén van jullie zal aan de wereld bekend moeten maken dat hij een rapcarrière gaat beginnen. En zal daarbij een officieel nummer moeten releasen, met alle gevolgen van dien. De andere twee mogen de teksten verzinnen en bijbehorende videoclip regisseren. Armo, Lena, Fabiola, met alle respect naar hun, ja... Je wil daar gewoon niet tussen horen. Ja, je kan je wel echt goed worden kapot gemaakt. Je kan wel echt hard voor lul worden gezet. Ik denk dat Joost het meeste gekrenkt zal zijn. Die zou zich, die heeft misschien nog een beetje schaamte ergens. Martijn en ik zijn dat stadium al lang gepasseerd. We hebben geen ziel meer. Ik wil niet meer. Jody. Hij komt alweer veel te vrolijk aan, hè? Hij heeft er zin in. Yes, boys. Wij zijn vrienden, toch? Wij zijn vrienden. Trek mij niet alsjeblieft, jongen. Nu zijn we nog vrienden. Mannen, ik heb hier een emmer met 3 ballen. En elke bal zit een andere naam. En degene die ik ga pakken, die is gewoon de lul. Als Martijn het wordt, kan ik wel hele leuke teksten verzinnen. Zolang ik er maar niet ben. Als Jozef Nieuws het wordt, beginnen mijn handen wel een beetje te jeuken om van die misplaatste rapteksten voor ze te gaan schrijven. Zijn jullie er klaar voor? Goed mixen, ja? Ik zal het heel eerlijk... Ik ben hier echt niet klaar voor. Degene, alsjeblieft niet. Die echt de lul is, dat is... Joost! Lekker pik! Sorry, Joost. Ja, hier was ik dus echt bang voor. Dat je gewoon de eerste opdracht van de hele anti-bucketlist pakt. Dat is echt een slechte start. Ik moet mezelf vermannen, ik moet het ownen. Rug recht, kin omhoog. Heb je gespaard? Jody. Dankjewel. Topper. Kom je volgende week ook nog even langs? Ik ga genieten, jongen. Je kan er niks aan doen. Succes. Ja. Heel veel succes. Ik heb het nodig. Joost. Ja? Het is vandaag de dag dat jij je rapteksten gaat inzingen of rappen. Ik weet niet hoe goed je bent. Ik kan het niet echt. Jij kan het niet ik echt? Ik heb het geprobeerd toen ik 15 was. En hoe ging dat? Ja, niet goed. Dan wordt het een leuke aflevering. Ja. Wij hebben in ieder geval ontzettend ons best gedaan op de teksten. Die ga je zo meteen horen. Dan wordt het ook niet goed. We hebben een studio en een producer. Badder. Bad Dimes, daar ben ik wel blij mee. Hij heeft ook een nummer gemaakt met Femke. Volgens mij is dat ook gewoon een hit geweest. Dus ik hoop dat hij voor mij kan compenseren, man. Laat het horen. Het is wel een beetje een gangster beat. Het zijn ook gangster teksten. Ga ik echt een gangster rap nummer maken? Ja, Joost. We weten allemaal dat jij vroeger gangster wilde worden. Ik ben wel gewoon echt heel benieuwd naar wat Niels en Martijn voor mij geschreven hebben. Kijk, zij hebben nu gewoon de kans om mij alles te laten zeggen wat zij zelf willen. Dus zij kunnen al mijn geheimen onthullen. Ze kunnen... Dingen waarvan ik misschien wel privé wil houden, kunnen zij gewoon de wereld in slingeren. Ah, we hebben het wel heel erg autobiografisch gemaakt. Kijk, hij komt uit Alphen aan de Rijn, hij praat veel over Alphen. Klopt. Hoe het was vroeger daar op de straat. Het doet er best wel gangster over altijd. Dus ja, we zijn heel dicht bij hem gebleven. Ja. Dit is een vette beat, man. Laten we even kijken hoe onze bars op... Jouw stem en de beat. Ja. Of dat een beetje matcht. Deze teksten die slaan natuurlijk niet op mij. Ik rap over gunshots en over ik beter ben dan boef en lijpen. Ach ja, het is wat het is. Je begint wel met. Oké. Okay. Deze is voor Alfa aan de Rijn. Voor al jullie matties. Yeah. Dit is voor 0172. Daar kom ik vandaan. Die fame komt op mijn pad, maakt een shitje. Wacht opnieuw.
Die fame komt op mijn pad. Ja, shit. Die fame komt op mijn pad, maakte een filmpje voor de grap. Die shit liep uit de hand. Nu zet ik elke maand 10 doezel aan de kant. Joost ging er volledig naast, echt. Maakte een filmpje voor de grap. Die shit liep uit de hand, zette elke maand 10 doezel aan de kant. Nou, dat is niet helemaal hoe het is geworden. Zet ik elke maand 10 doezel aan de kant. Die zet ik elke maand 10 doezel aan de kant. Ze wil mijn pijpen voor mijn kliks. Bip, pimp in maar, boeit me 3 keer niks. Kom maar praten, want ik bak je net als kan van een... Oh, wow. Zo. Ik heb echt oor-aids nu. Ik denk dat iedereen dit heeft gehoord, oor-aids heeft. Ja. Dit was zo grappig en zo slecht. Ja. Dit is het refrein. Ja, papa, dus papa, 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 papa. Op nummer 1 binnen met mijn eerste plaat. Nee, papa, nee. Papa, papa, de pauze in... Op nummer 1 binnen met mijn eerste plaat. Pa 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 pa. Op nummer 1 binnen met mijn eerste plaat. Pa 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 pa. Heeft klaar de oorlog aan die sukkels van de straat. Nee, dat is precies wat we niet zeiden. Dat zeiden we. De timing van Joost was te beschrijven met een vis die dronken is. Weet je wat ik wel echt kut vind van de tekst die ze geschreven hebben? Die zit in het refrein. Daarin zeg ik dus letterlijk... dat ik de oorlog verklaar aan die sukkeltjes van de straat. Ja, dat vind ik wel gewoon naar. Want je moet even begrijpen, dan ga ik gewoon boodschappen doen. En dan zijn er misschien gasten die zich voelen aangesproken en denken dat ik de oorlog met hen verklaard heb. Dat ben ik helemaal niet, man. Het is D-Day, Joost. Yep. Het is clipdag. Ja, we gaan shooten, dat gaan we doen. Waar jij geboren bent en getogen. In Alphen aan de Rijn. Alphen aan de Rijn, dus ja. We staan nu midden ergens in de hoed. Het is allemaal flats en zo. Ja. Moet lekker straat worden. Ja, het moet net zo rauw als de teksten. Jullie hebben frames erbij gehaald om de knip te schieten. Klopt, Jonas, kom maar even bij. Kom maar even. Mensen die nog niet kennen, dit is de meest relevante videomaker van Nederland op dit moment. We krijgen gewoon een hele relevante video. Ja, grap. Oké, ga maar staan. Waarin zitten? Nee, ik ken mijzelf. Ik val. Ik zeg je, ik val. Ja, ik ga mijn bek. Ik kom de zaal binnen schieten. Ik ben nog slikker dan slikker, ik noem je vriendje een flikker. Ik ben misschien wel wat dik, ben misschien wel wat dikker, maar nuk je chick als een krikker. Voor degene in Alphen aan de Rijn die bang waren dat Joost jullie vergeten was. Joost is jullie niet vergeten, jongens. Hij is zo normaal gebleven. Papa, 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 papa. Aan die sukkels van de straat. Martijn, mag ik stoppen? Mag ik stoppen? Nee, het is net begonnen. Ja, ik vind het nummer wel tof. Klinkt wel goed. Nee. Het is verschrikkelijk. Ik vind het echt verschrikkelijk. We staan nu midden in een soort winkelcentrum met allerlei terrassen. Ja, ik denk het allerkutste voor Joost zou zijn om hier dwars doorheen te moeten gaan flexen. We gaan het niet gebruiken voor de videoclip. Nee. Maar we mogen vandaag een beetje binnen spelen. Dus laten we daar misbruik van maken. Jij gaat lekker door het terras heen, zigzaggen. Oh jee, ik vind het wel echt zwaar, Arilex. Ja, maar dat is de anti-bucketlist. Gelukkig zie ik nog geen mensen die ik echt ken. Ik schaam me rot, jongens. Echt. Ik ben zo'n fucking balhaar. Ik kan het niet. Kom op. Die film komt op mijn pad, maakt een filmpje voor de grap. Die zit op de hand. Elke maand 10 doezel aan de kant. Ja, dat is moeilijk. Schroef aan de straat. Ja, maar schroef als een flikker. Schroef als een slikker. Papa, 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 papa. Papa, 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 papa. Ja, ik lach me rot, ouwe. Ik kan het niet. Dit was top. Top. Graag gedaan. Maar we gaan het niet gebruiken. We gaan het niet gebruiken. Oh, ik vond het gewoon heel leuk even om het te laten doen. Ja. Dat is gewoon even om te oefenen. Akkoord to the bone, ik ben die snelle spittende spitter. Er zitten gewoon mensen te kijken. Oh, dat is verschrikkelijk. Ik kan het niet. Ik heb nooit zo gezien in plaats van je schaamte. Aan lip van jullie flow is fucking lame. Kom, we gaan weer weg. Kom, we gaan weer weg. Nee. Ik ben echt helemaal klaar mee, gast. Ik kan gaan zitten. Oké. Okay. Raampje naar beneden. Ja. 3, 2, 1, actie! Liever dan ik praat, cellen drijft bij met een AK en een granaat. Pap, 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 dat is zo'n halve. Oké, top, naar de skatebaan. Iedereen die in de clip speelt krijgt 10 euro. Just saying. Echt? Ja, echt. Jullie zijn uit Alphen. Wij zijn gangsters. Jullie zijn de opkomende gangsters en hij gaat jullie supporten.
Ik geef deze aan jou. Deze ga je uitdelen net als 6ix9ine. Ik ga hem ook 6ix9ine noemen, ja? We gaan ook 6ix9ine. Ja, ik had hem door. Ik ben echt chagrijnig, ouwe. Ik ga lossen wat ik voor mijn moeder deed. Hier pak ik money en de fame op. Max, schrijf onder de straat, straat. Hey, je hebt nu jongens geld beloofd. Je hebt nu jongens geld beloofd die niet hebben. Nee, weet ik. Die krijgt hij van hem. Die heb je beloofd. Zeg maar mezelf voor schut zetten, Allah. Maar dit, ik vind het een beetje... Nee, ik heb FV erin. Bedankt. Nee, man. Ik krijg helemaal 10 euro. Die gasten zijn nooit blij geweest. Ja, maar je misbruikt ze voor een clip. Ja, tuurlijk, jongens. Misbruik ze? Vond je het leuk om in de clip zitten? Ja, jullie vonden het leuk om in de clip zitten? Ja. Ja, toch? En actie. En dan gewoon wachten. Hey, gozer, we hebben zo tering veel beelden. Ik besef hoe erg ik me voor lul zet. Ik heb er gewoon moeite mee. Je kan wel even overal gedaan. 8 plekken. De muziek gaat nu gewoon uit. We hebben alleen hier op deze locatie. Is goed. Maak een paar shots. Weet je, ik sta er ook. Dus hij gaat gewoon hier zo staan. En dan draai je een beetje omheen. Doen we dat. Ik ben nu al helemaal klaar met deze serie. Eerste aflevering ben ik helemaal klaar mee. Shit of nieuw, alles klinkt precies the same. Ik heb duidelijk de skills, jullie hebben er geen. Doe maar wat je hart wil. Papa, 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 papa. Op nummer 1 binnen, met meer splaat. Papa, 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 papa. Niet lachen, niet lachen. Jongens, niet lachen. Papa, 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 papa. Ik ga de oorlog aan die sukkels van de straat. Oh, ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Fantastisch. Ja, het is pijnlijk, maar ook heel leuk. Ja. Het is gewoon puur leedvermaak. Het laatste onderdeel, ja, dat is natuurlijk ook een cadeautje, weet je. Je mag in een jacuzzi zitten met een knappe dame die helemaal los gaat voor je. En dan voel je toch een beetje die rap lijf. Je zat niet meer lekker in de skatebaan. Nee. En met de jacuzzi shot toen kwam je er weer in. Ik verwacht heel veel slechte comments. En dat is ook de bedoeling hiervan, toch? Doe Martijn en Niels mij zwaar voor lul lopen zetten. Dat hebben ze goed gedaan. Ze hebben fantastisch goede slechte rap geschreven. Die clip past er volledig bij en ik sla hiermee volledig de plank mis. Oké, Joost. Ja. Je clip, je nummer, het is af. Ja, ben je er blij trots mee? Snap ik. Heel trots. Nou ja, dit nummer gaan we natuurlijk vrijdag releasen. Het is nu maandag. Morgen is de dinsdag Gigasta aflevering. Daarin ga jij alvast vermelden dat jij dit nummer gaat droppen. Nee, dat ga ik niet doen. Ja, zeker weten wel. Dat hoort erbij. Jij moet de kijker alvast gaan warm maken. Jij gaat nu de kijker vertellen dat je rapper Joost carrière vanaf vrijdag begint. Go! Ik heb er echt moeite mee. Ik schaam me rot. Echt rot. Hey lieve kijkers, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van de Gierengasten. Voordat we gaan beginnen met de aflevering heb ik eerst een persoonlijke mededeling. Namelijk, ik droom al heel erg lang van een rapcarrière. Vrijdag komt mijn eerste nummer uit en laat dan ook een comment achter wat je ervan vindt. Peace! Yeah, dit is voor Alfa aan de Rijn. Ik ben jullie nooit vergeten. Die fame komt op mijn pad, maakt een filmpje voor de grap. Die shit liep uit de hand. Nu zet ik elke maand 10 doezoe aan de kant. Big boy Joss haast de naam. Leuk kleine, kom eraan. Ja, je kan je wel echt goed worden kapot gemaakt. Je kan wel echt hard voor lul worden gezet. Dit blijft de rest van mijn leven achtervolgen. Ja, ben je een beetje bijgekomen van alle haat? Nou, het was wel een weekje afzien, kan ik je vertellen. Geloof ik, ja. Dat was een pittig weekje voor jou. Ja, ik heb echt een weekje goed voor lul gestaan. Ja. Eindelijk komt het nu de wereld in, dus dat het niet waar is. Maar jullie hebben het wel echt goed gedaan. Dankjewel. Moet je meegeven. Je durft nog wel over straat. Nog net. Ja. Nog net. Ja, Martijn en ik zijn achter de schermen al druk bezig met de featuring voor je volgende plaat. Rapper Shorts wil alleen wel geld zien, want hij was niet bij zijn enthousiast. Sorry, man. Jammer. Maar vond je nou een leuke aflevering? Laat dan even weten en je kan ook altijd in de comments zetten wie jij hoopt dat volgende week de lul is. Ja, of heb je misschien zelf een idee voor een leuke opdracht? Laat het ook even weten. Tot volgende week. Yo, later.